En zo iedereen maar een bijzondere goedenavond. Hier bij www.frieskerakkers.nl. En we gaan er vanavond met z'n allen een gezellige boel van maken hier ook. Met hopelijk een lekker stukje muziek voor iedereen en alles. Die maar lekker zit mee te genieten hier bij de Frieskerakkers. Op het internet. Het eerst dat we op FM gaan, maar dat ja, zit op de kosten ongeveer. Ja, qua juridische risico's, zeg maar. En dan zitten we bij kennissen van huis. En de hele de respiratie, zei die beste man, zei van ja, ik ga nog een slepende internetstream. Is dat misschien een idee dat we die weer opstarten? Dus daar ben we toen mee begonnen. Waar komt de behoefte vandaan om plaatjes te draaien? En dat de liefde van muziek. Dus even een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer. 06 186 949 20. Zeg als hij een beetje mee zit, hou het vastkeren en dan komt het er gewoon. Ik ga zelf in het begin ik proto draaien. Ik draai op dit moment helemaal net. Meestal Freddy Jon dan mij de Amstelman, mijn vier, dus draai ik zelf op dit moment net. Nou, ik ben alweer aan het werken, dus ik had er minder tijd voor. Dus ik ben altijd blij met mijn DJ's. Ja. De barman die zit hier in Jokken mee. Die draait Satrius. Miss Lovely zit daar weer. En dat is, die draait Tongi Midjes. Dat is mijn hei, de warme bakker. Die draait T.J. Jon. Dan Jokken zit DJ KLG. Die draait Mendjes en Tiesjes. Het kanon, die zit in de studio, die draait Wens Jan. Elke DJ heeft een beetje zijn eigen stijl. Nederlandstalig, Engels, rustige muziek, wat huddere muziek, country. Bij de Amstel Studio. Met de gek van de Rakkers achter Teaser. Het bekende Lil Teaser. Dat is normaal in deze wereld om een bijnaam te hebben. Ja, heel goed. Boek jij hem, Sandrik? Ja, hoor, het is zo gauw. Het beste. Misschien ga je hem. Mijn naam is KLG. En dat is gewoon een afwatting van mijn naam. Ja. Maar mijn naam is gewoon Klaas Drupstra. We begin toen een collega hier en dat weer de Groninger Melkboer. Dan moest ik een naam bedenken, nou de warme bak. Wat heeft hij met Amstel? Nou ja, als het om die hinders is, dan prut Amstelmateriaal. Dus dat is een beetje een hobby die erbij zit. En zo'n plaatje van Modo 1, 2, Polizei. Ik ben in de jaren 70 ga ik altijd op FM draaien. Onder de naam Helsinki. Ik viel me geen piraat. De meeste jaren vielen hun piraat, maar ik viel me geen piraat. Nee? Maar dat ik piraat ben, dan ging ik op FM. Want dan moet ik die spanning weer hebben. Ik vind me nou echt DJ, hè, want ik kan net pakt worden. Nou. De politie kan wel bij me daar rijden, maar ach, dan zwaai ik even. Ik ga bij de beste man in de hoek zitten en de stap de 12 van de gutte blauwe man ben. En toen moest er zijn zender kwijt, die smeert er mij daar en die hing onder het bloesje op een blede buk. En ik keerde worden daar een beetje beste brand leren. En ja, dan wist met vier is besmet. En dan ben ik mij een... Ja, een babyfondsje ombouwd ben ik begonnen. Ja, dat moest steeds groter worden, steeds witter worden natuurlijk. Hè. Totdat ik op een gegeven moment in de buurvrouw kwam bij me, dus zei de kerstweek een beetje opschouwen. Maar ik wil graag naar die zender uit Zerhuizenlustrie, want die krijg ik christelijke muziek snijden me aan. Ik zei, doe weinig jonk in het kerken, kerst en zinnen. Ja, dat ging ik net zitten, maar ik je voortdraaien snijden de plezier zomaar door. Ja, dat ben je heel hoor, tien. Ja, dat ben je een geweldige tien. Maar mis je dat dan net? Nee, dat mis ik net meer. Toen had ik het hulpspeeltje verkocht. Toen kwam mijn dochter en dat kwam zo van. En die zei van, zei net bij u draaien. Ik zei, ik kom bij hem draaien. Want joh, daar zit mijn kwam zo van, maar dat is ook mijn kameraden natuurlijk. Hè. Ze is net vaak van de band, maar het is wel zo. Begin er weer. Tien man. De mooiste muziek hoor je hier. De Amstelman en Miss Pijp.